Om onder andere de leidensweg bij het bouwen weg te werken, heeft de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, vanmiddag 3 werkgroepen geïnstalleerd. Er zijn werkgroepen voor bouwvergunningen, verkavelingen en de vuilstoot praatste Ornamibo geïnstalleerd. Volgens de bewindsman hebben de werkgroepen 3 maanden de tijd om alle informatie te verschaffen die nodig is om vooral de burger te beschermen. Kijk, de tijden veranderen. De ontwikkeling in Suriname gaat heel snel. Dus wij willen nu inderdaad voor de komende jaren de eisen en de voorzieningen voor burgers op het gebied van vergunningen inderdaad gaan aanpassen. En je moet het regelmatig doen, dat ben ik eens. Dus nu doen we dat hopelijk voor de komende jaren. En als er daarna weer wat moet gebeuren, dan gebeurt het weer. Maar er is een goede basis aan verschillende zaken voor het ministerie van Openbare Werken en we gaan de eisen verhogen. Volgens Vijay Durgamisir, directeur bouwkundige werken van het ministerie, weten veel mensen jammer genoeg niet wat de verschillen zijn van de vergunningen die zij nodig hebben bij het bouwen. Vandaar dat er toch wel noodzakelijk is dat de bouwplannen worden ingediend ter beoordeling. Dus dat zijn eigenlijk is echt een exact typisch voorbeeld die ik zo uit het hoofd kan opnoemen. En verder bescherming van de burger natuurlijk. We kennen natuurlijk de excessen waar mensen op de grenzen bouwen, voorbij de grenzen, burengeschillen, burenruzies en dat soort van toestanden waar men vaak genoeg uit onwetendheid overgaat tot bouwen. Vaak genoeg wel, soms niet. En omdat men gewoon de regels niet kent. Men weet bijvoorbeeld niet dat er een strook van 1,5 meter vrijgelaten moet worden tussen het bouwsel en de grens. Dus ik denk dat de minister dat ook bedoelt met beschermen van de burgers. Vijay Durgamisir, directeur bouwkundige werken van het ministerie van Openbare Werken. Hij sprak vanmiddag na de installatie van de werkgroep Bouwvergunningen. Er wordt gewerkt om voor het gemak de aanvragen online te laten geschieden.